Goeiedag allemaal. Fijn dat we toch iets kunnen vertellen over wat we gemaakt hebben voor de Challenge Day voor de leeromgeving van de toekomst. Ik ben Roel Smabers, werkzaam bij Parantion. We laten vandaag iets zien over het platform Scorion. Ik mag iets vertellen over de toegevoegde waarde van de applicatie. Daarna zal mijn collega Bas iets over de techniek vertellen die we gebruikt hebben. Robert Smeenk zal een demo geven van de applicatie zoals die gebouwd is. En tot slot zal ik nog iets vertellen over hoe we omgaan met data en veiligheid. Het onderwijs van de toekomst, dat weten we allemaal, wordt steeds flexibeler. Hebben we zeker ook de afgelopen tijd gezien. Afstandsonderwijs wordt steeds belangrijker. Data wordt steeds belangrijker. Nou, we hebben dat een aantal jaar geleden opgevat als al die data wil je ook terugzien als student met name en als docent. Je wilt kunnen zien wat de voortgang van iemand zijn opleiding is. En dus is het belangrijk om dat goed te visualiseren. En natuurlijk de ontwikkeling steeds meer van klassikaal leren, groepsleren naar werkplek leren. Nou, we zien daarin twee ontwikkelingen die onderwijskundig van belang zijn. De eerste is Kees van der Vleuten, die het programmatic assessment, waarbij we zien dat hoe meer datapunten je verzamelt tijdens de opleiding, hoe beter je kan zien hoe het met iemand zijn voortgang gaat en met zijn ontwikkeling gaat. We nemen als het ware daar het onderwijs op. De andere ontwikkeling die we zien is dat competenties niet specifiek genoeg zijn om dat te kunnen beoordelen, om te kunnen zien of iemand bekwaam is of niet. En daarvoor zien we dat het concept van Ollert en Katen van de Universiteit Utrecht ook steeds vaker gebruikt wordt in het onderwijs van de Entrustable Professional Activity. Nou, die twee dingen samen hebben we samengebracht in het Scorion platform. Er zijn allerlei toetsvormen mogelijk, zullen we zo meteen wel laten zien. Voor ons is de uitdaging om het onderwijs dat in de praktijk vaak plaatsvindt te vertalen naar data en naar dashboards uiteindelijk, zodat je inhoudelijk kan zien hoe je ervoor staat. En dat gebeurt via apps, via formulieren, op allerlei manieren om die data goed in het systeem te krijgen. Nou, we zien nu klassieke portfolio's zijn vaak groepsgeoriënteerd, zoals Canvas, Blackboard, richten zich ook op de logistiek van de opleiding meer. Het Scorion platform, ziet u aan de rechterkant, richt zich veel meer op het individuele leerproces van de student. Dat vaak juist op de workplace, op de werkplek plaatsvindt. En dat wordt vertaald naar dashboards. Nou, dat betekent dus heel veel meetpunten verzamelen. En om daarmee het onderwijsproces niet te frustreren, heb je dus hele slimme, intelligente apps nodig. Die zorgen dat alle de praktijk die heel goed, heel nauw aansluit bij het dagelijkse onderwijs wat gegeven wordt, of de dagelijkse praktijk, dat dat makkelijk in die systemen terechtkomt. En dat je een goed overzicht hebt in wat je gedaan hebt en wat je nog moet doen. Nou, dan uiteindelijk zie je dat terug op een dashboard. Kun je zowel kwantitatief als kwalitatief heel goed zien wat je nou eigenlijk gedaan hebt en moet doen. Ik geef nu een stokje over aan mijn collega Bas. Mijn naam is Bas Alpel. Ik ben binnen Parantion verantwoordelijk voor de softwareontwikkeling. En ik neem u een paar minuten mee in viertal slides over wat wij in de challenge hebben gerealiseerd qua koppelingen. Allereerst een hele korte terugblik naar de Challenge Day van september 2017. Toen hebben wij gekeken naar een SurfConnect koppeling met Scorion X. Dat is gerealiseerd. Vervolgens hebben we ook wat Learning Analytics outputs via de X-API protocol kunnen versturen. En een derde wat we toen de tijd hebben bekeken was kijken of we groepsstructuur, groepsinformatie via Food naar binnen konden hengelen naar Scorion. Nou, dat lukte technisch wel, alleen het nadeel was dat de gebruiker al eerst ingelogd moest zijn. We wilden wij de informatie kunnen ophalen en wij willen dat graag op voorhand al weten. Dus hebben we ons deze challenge kunnen richten om te kijken of dat via de OO-API wel gaat lukken. En dat is gelukt. We hebben de koppeling gerealiseerd. Via een job halen wij de gegevens van de studenten en docenten binnen. Zowel de NOW-gegevens als ook welke rol hij of zij in het systeem heeft. En daarnaast pakken wij ook via dit protocol de groepsinformatie binnen. Dus daar waar we nu nog vele maatwerkoplossingen met instellingen hebben, kan dit protocol in de toekomst ons een generieke koppelvlak geven. Vervolgens hebben we gekeken of wij Scorion X wat verder kunnen integreren in het LMS via LTI. Door via een handmatige deep link, een docent
koppelt een link naar Scorion in het LMS op voorhand. Dat is gerealiseerd, dat werkt. Is natuurlijk ook geen rocket science. Dus vervolgens hebben we gekeken of wij via LTI kunnen zorgen dat er automatisch de Scorion X in het LMS bij de student of de docent komt. Daar hebben we een ontwerpje voor gemaakt, want wij zien daar zeer goede mogelijkheden om dat te realiseren. Alleen helaas, de tijd was iets te kort om het ook binnen de challenge daadwerkelijk te doen. Dus dat is nog weer een mooie challenge voor de komende tijd. Mijn naam is Robert Smeenk en ik zal jullie de Scorion laten zien hoe we dat hebben ontwikkeld binnen dit project. Wat ik laat zien is een voorbeeld van Scorion dat we binnen Universiteit Utrecht hebben ontwikkeld voor het project Incremental Grading. Studenten beoordelen daar zichzelf binnen een course en uiteindelijk sturen ze die zelfbeoordeling door naar een beoordelaar en die beoordelaars geven daar feedback op. Zo krijgen studenten continu feedback tijdens het leerproces en wordt dat opgeslagen in het Scorion portfolio. Nou, binnen dit SURF-project hebben we dat dus ontsloten via het SURF digitale leeromgeving. De studenten kunnen daar klikken op de Scorion app en vervolgens ga je naar de Scorion omgeving toe. In de Scorion omgeving ziet de student in dit geval binnen deze omgeving drie courses. De eerste twee courses heeft hij al voltooid en hij is bezig met de derde course. En de student kan klikken op zo'n course en komt vervolgens in de courseomgeving terecht. Nou, in de courseomgeving staan één of meerdere formulieren. De studenten kunnen dat zelf aanmaken. En je kunt zo'n formulier kun je zelf invullen en uiteindelijk doorsturen naar je beoordelaar. Als de student op invullen klikt, kan de student een rubriekformulier invullen. Nou, dat vult hij dus voor zichzelf in. Uiteindelijk wordt die zelfbeoordeling van feedback voorzien door de beoordelaar. In het Scorion portfolio kunnen één of meerdere beoordelaars gekozen worden. Nou, die zijn gekoppeld aan de course, zodat je alleen de beoordelaars ziet die ook daadwerkelijk in die course, met die course verbonden zijn. De docent die kan ook inloggen in de SURF-omgeving en die kan ook op de Scorion-app klikken. En de docent die komt vervolgens op een takenlijst terecht waarin alle verzoeken staan van alle studenten om feedback te geven. Die takenlijst die hebben we ook ontsloten via het LMS, zodat docenten ook gelijk via de courseomgeving van het LMS gelijk naar de verzoeken kunnen gaan van de studenten. Goed, ik mag de laatste vier slides even toelichten. We kunnen het beste de manier waarop wij omgaan met dataveiligheid samenvatten in de zin: de data is van u en blijft van u. Dat betekent dat privacy by default bij ons ook echt de standaard is. We zijn dan ook ISO gecertificeerd en NEN 7510 voor de zorg. Die is nog strenger dan de ISO. De volledige ISO hebben we geïmplementeerd, 27001. Er zijn allerlei koppelingen mogelijk. Wij zijn als verantwoordelijke keten aansprakelijk. En die aansprakelijkheid erkennen we ook. De AVG hadden we al geïmplementeerd ruim voordat het wettelijk verplicht was. En het Scorion systeem wordt ook jaarlijks ondergaan aan een penetratietest. Door een externe bureau dat daarvoor ingehuurd wordt. Wij beschouwen ons dan ook veel meer als bewaarders van uw data dan gebruikers. Dat betekent dat Scorion is ook een iets ander platform dan heel veel platforms die worden gebruikt. Wij doen namelijk niks met uw data, dat doet u zelf. Wij maken dashboards samen met de instellingen. Algoritmes worden samen bedacht met de instellingen. Dus heel veel van dat soort vragen die hier gesteld worden, die zijn bij ons niet aan de orde, omdat ook daarvan de meeste instellingen eigenaar van zijn. Dus je kunt ook altijd de datakwaliteit verbeteren door zelf betere dashboards voor te stellen of te maken zelfs. Voor de rest, de data is van de instelling en van de gebruikers. Dat betekent dat er volledige transparantie is als het gaat om de data. Ook in de algoritmes die in het systeem zitten is volledige transparantie. Scorion wordt ontwikkeld samen met de instellingen. Voor de rest, wij zeggen dus,
In hoeverre de betrokkenen controle heeft over wat er met de data gebeurt, wat ons betreft, is dat 100%. Nou, tot zover. Meer tijd hebben we niet. Nogmaals, hopelijk zien we u terug bij de Q&A en bedankt voor uw aandacht.